De invoering van de QR-toegangscode blijft leiden tot discussie in ons land. In Utrecht veranderde de burgemeester de sloten van een kroeg omdat hij bezoekers niet wilde controleren. En hier in de Tweede Kamer blijven partijen zich verzetten, zoals bijvoorbeeld de PVV van Geert Wilders. Sloten vervangen, horeca sluiten, voor een tweedeling zorgen. Heb je de QR-code of heb je hem niet? En nogmaals, ik ben er sowieso op tegen, maar het is ook nog een keer onnodig, want de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen leidt daar totaal niet toe. Dus ik vind het totalitair. Dat als iemand zich totaal niet aan de regels wil houden en er erg lak aan heeft, dat je dan optreedt, ja, lijkt me wel logisch. Want we doen dit met z'n allen, democratisch besloten voor onze veiligheid. Maakt u zich wel eens zorgen over een tweedeling in de samenleving? Of dat er toch heel veel zorgen zijn bij mensen die zich niet willen laten vaccineren? Die zeggen, ik voel me niet thuis met die QR-codes, want je ziet toch dat in de samenleving mensen zich echt verzetten. Ja, dat realiseer ik me, maar we zitten het ook niet voor ons lol te doen. We doen het omdat alle deskundigen zeggen dat als je de 1,5 meter loslaat en niet deze maatregel neemt van het coronatoegangsbewijs, dat dan er een heel groot risico is dat op de intensive care, daar komen dan nog tussen de, ik dacht 2200 en 3400 mensen op de IC. Dat is een heel groot aantal. We hebben in totaal 900 bedden. Maar die zijn natuurlijk ook voor alle andere mensen die daar naartoe moeten. Omdat ze een auto-ongeluk hebben gehad of een zware operatie. De kans is dan heel groot dat in hele korte tijd, als je de 1,5 meter loslaat en niet het coronatoegangsbewijs invoert, dat dan in hele korte tijd die groep op de intensive care komt. Dat betekent dat operaties moeten worden afgezegd. Dat misschien zelfs er te weinig bedden zijn om de mensen die corona hebben en dreigen te stikken, om die op een intensive care bed te leggen. Nou, dat risico wil ik niet nemen. Ik vond juist afgelopen weekend op heel veel plekken, volle restaurants, volle zalen. Ook de meeste artiesten zeggen ook, nou mooi, je kan eindelijk weer normaal optreden. Nou, Bob niet, hè? Ik ga er niet aan meedoen. Fuck dit. Nee, natuurlijk zijn er uitzonderingen. En ik hoop dat, ja, en ik zag ook dat de band van Douwe Bob daar ook iets van vindt. Dus laten we met z'n allen Douwe Bob overtuigen, doe nou ook gewoon mee. Want dan maak je weer veel meer mogelijk. En dat is ook fijner voor de technici, voor je eigen band, voor alle mensen die voor jou werken en voor je publiek dat gewoon graag wilde komen. Het gaat allemaal de kant op van corona zal nooit verdwijnen, maar de crisis is echt voorbij. De RIVM-cijfers van vandaag lieten dat ook zien, dat is echt voorbij. Kunt u zeggen tegen de Nederlanders van op het moment dat die cijfers verbeteren, dan bij wijze van spreken deze maand of volgende maand gaat die QR-code eraf. Dan kunnen mensen gewoon weer naar de kroeg, dan kunnen ze gewoon weer naar een concert. Helaas kan ik geen belofte doen over het moment. Maar uiteraard, zodra het kan, doen we dat. Niemand zit te wachten, ik ook niet. Ik heb dat weekend ook weer 10 keer dat ding laten zien. Er zit niemand op te wachten. Dus zodra het kan. Succes bij de RIVM. Tot ziens. Fijne dag.